Een Leentje, dat er waren twee mensen, heel doodgewoon, net als de rest. Ze wilden graag trouwen, maar hadden geen woning. En daaraan had Leentje geweldig de pest. Maar op een dag, toen moest het gebeuren. Ze kochten een bootje, het was wel geen pracht. Maar dat kon hun niet schelen, ze waren gelukkig. En legden een bootje bij ons in de gracht. En we hebben een boomboot, en er ligt in de hand. We hebben een schuitje, het is ons ideaal. En ben je een keertje bij ons aan de Amstel? Kom dan in ons bootje. Right, I should have known you were bad news. From the bad boy demeanor and the tattoos. Cause most guys only want one thing, but I'm undecided trying to figure out if that's you. Either way though, I think you're worth a test drive. Cause ooh, you're so much better than the next guy. And a little trouble only makes for a good time. So all the normal red flags be a good sign. Don't you come in thinking goodbye. Ain't that fun? You seem like trouble to me. I can tell by the way that you lean and the way that you kiss your teeth. And you turn up so fresh and clean. Smells like trouble to me. Opposites attract like a sister's act. Good girl, bad guy, what a perfect match. And if we fuck, you gon' wanna play baptized. Cause when you finish your... Ze is vanmorgen met een fanatieke groep begonnen. En die aspasieren... De overgingen, nou, dat is alleen maar een compliment van ons allen. En goed, dat doet Kerry ook in met. Dat verdienen we dan. En soms zie je dat niet terug in de waardering door de jury. Met goede muziek. En dat is een applaus weer voor jullie zelf. Hier is Nico. Hier is Nico. Oh nee. Keusje. Oh sorry, ik was te vroeg. Beste linkervleugel. Hij is vandaag goed begonnen, vanmorgen was al vroeg helemaal wakker. Ja, maar wat weet je wat. Hij was voor 8:30 al in de Dekenhekkerstraat en had al een hoop praatjes. En toen hebben we hem nog een beetje gepoest. Jurgen kan dat beamen. Ik denk, Luca had er nog, de jeugdkoning kan er ook beamen. Hij had heel veel praatjes vanmorgen, hè Luca? Van niet? Ja. Ja. Okay, nou, goed, goed gewerkt. Hij is begonnen met de linker vleugel erachter schieten. En door voor een applaus. Ja. Niet zo goed, maar doe er eens wat met. En ik begon in ieder geval van, ik geef een vat bier als je kringkoning wordt. Maar goed, zoals Luc
Zoals Luc een goed slager is, zeg ja, je moet schutteren, je hebt dat niet zo makkelijk, dus ik doe een deel met. Toen kwam hij uiteindelijk, al lang binnen de wegen, kwam hij, oké, ik doe een derde deel met. Het resulteerde in dat we met z'n drieën vat bier geven, dat steeds hoor. En wel een heel vat. Hij heeft nog niet te drinken, maar uiteindelijk ben je wel kringkoning geworden. En dat is een geweldige... Lieve lachen. Dat duurt even. Dat prik hem er niet uit. Uiteindelijk. Bundelen, 19,5 punt. En de eerste prijs. Prijs. Kruisbol, geen prijs. Lukken weer. 180 punten en de eerste prijs. En 182 punten, zeg Jot. Ik heb 180. Maar 182 punten, maar wel de overwaardering schiet het totaal. Denk aan van welke vereniging ben je, maar ik ga het nog niet. Speech! Dat is goed. Zitten voor de stap toe op 27 juni en daarna gewoon weer richting kermis. Nou goed, dat is altijd een hoogtepunt voor ons en voor Irma en Ron is dat natuurlijk ook een hoogtepunt, want ja, de zaterdag, de zondag en de maandag en de vrijdag wagen opbouwen. Dat is goed. Zo, bedankt voor het kijken. We hopen dat je dit een leuke video vond. Als je hem leuk vond, doe eventjes een blauw duimpje omhoog. Wil je de vorige video zien? Klik dan eventjes op de video hier links. Wil je op ons kanaal abonneren? Klik dan op de video rechts.